Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. De vorige keer in Jul en Julia en het snoepjesmonster. Is het hier ook al zo rustig? Iedereen loopt weg zodra ze horen dat er geen snoep is. Ik wil graag alsnog het snoep hebben. Oh, nee. Dus dat betekent dat wij nu de baas zijn. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jul de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jul en Julia. Dus u bent van gedachten veranderd? Ja, we hebben hoe dan ook het snoep nodig. En u weet wat wij daarvoor terug willen, hè? Ja, zij krijgen het snoep en wij worden de baas. Ach, ik had het toch niet tegen jou trek, Drop? Oh, lekker. Ach. Tja, de baas zijn van een leeg park, dat heeft toch ook weinig zin? Maar meneer Kaasschaaf... Het spijt me, vrienden. Kom, dan gaan we het snoep uitladen en de kinderen ontvangen. Wacht! Dat gaat zomaar niet. Wat bedoelt u? Kijk, wij zijn nu de baas, dus wij bepalen wat er gebeurt. En die twee muizen die zijn leuk voor de showtjes. En dat suikerbolletje maakt lekkere suikerspinnen. Maar u, u hebben wij niet meer nodig. Meneer Kaasschaaf! Zo, Kaasschaaf! Ja. Oh! Diep los! Snoep, snoep, snoep! Snoep! Heeft u nog een wortel voor mij? We vinden het heel gezellig, al die kinderen die aan het spelen en griezelen zijn. Maar we missen meneer Kaasschaaf zo. Ja, we moeten iets verzinnen waardoor we en het snoep hebben en dat meneer Kaasschaaf weer terugkomt. Ja. Snoep op de schrik van je leven. Nou, kom maar hier, lieverd, kom maar. Maar natuurlijk, dat is het. We bezorgen die boeven de schrik van hun leven. Maar hoe dan? Kom mee, Julia. Snoep of de schrik van je leven? Wat heb jij nou aan? Nou, een griezelpark. En? Ben je al bang? Nee, natuurlijk niet. Je ziet eruit als Roodkapje. Nou ja, ik wilde eerst als wolf verkleed gaan. Ook al was jij verkleed als wolf, dan was het je nog niet gelukt. Wat niet? Mij bang maken. Oh, nee. Nee. Ik ben voor niets en niemand nooit niet bang. Nou, ik ben ook niet voor niets en niemand nooit niet bang, niet. Precies. En daarom... En daarom moet het park iets enger. Iets minder braaf. Ja. Welke letter nu, Jul? De. De van Dino en Dina. Oh, de D. Hier, gevonden. Oh, geef maar hier. Dan knip ik het wel uit. Ik ben toch zo benieuwd wat je met al die letters gaat doen, Jul. Heel simpel. Van letters kun je woorden maken. En van woorden kun je... zinnen maken. En van zinnen kun je een brief schrijven. Dat is heel goed voor jou, Jul. Maar je kan de woorden natuurlijk ook gewoon schrijven. Maar door al deze verschillende letters kunnen de boeven er nooit achterkomen wie deze brief heeft geschreven. Oh, Jul, wat ben je toch slim. De laatste letter die ik nodig heb is de R. De R van Reuzenrot? Precies. Gevonden. Ik ga nu de letters op een blaadje plakken. Ja, dan ga ik ondertussen even de kinderen wat lekkers geven, hè? Er staat al een hele rij. Ja, dan ga ik even snel bij meneer Kaasschaaf kijken. Oh, wat heb ik nou toch gedaan? Ik ben ook een directeur van niks.
Wie laat zijn eigen pretpark nou in de steek voor snoep? En wat is Julia vrolijk? Zie je nou wel? Ze missen me niet eens. Nee, iedereen gaat gewoon vrolijk door alsof er niets is gebeurd. Dag meneer Kaasschaap. Ik kwam even bij u langs om te kijken hoe het gaat. Nou, maak je om mij maar geen zorgen hoor. Ga maar gewoon vrolijk door alsof er niets is gebeurd. Wel nee. Weet je waarom ik zo vrolijk ben? Jules heeft een plan bedacht om de boeven bang te maken en ze weg te jagen uit het park. Is het werkelijk? Maar dat is fantastisch. Ja. En hoe gaan jullie dat dan doen? We hebben allemaal letters uit een tijdschrift geknipt en nu maakt Jules daar een brief van. Ik snap er helemaal niks van. Wacht maar, u zult het vanzelf zien. Blijft u hier maar wachten. Dag! Ja hoor, ik blijf hier wel wachten. Alsjeblieft, lieverd. Dag! Klaar! Oh, ik ben toch zo benieuwd wat je geschreven... geplakt hebt, Jules. Ik ook. Kijk. Beste directeuren. Als je zoet neemt van een ander, zou je dat bezuren. Groetjes. Oh? Wat een goed idee, Jules. Ja. Kom, dan brengen we de brief meteen naar de boeven. Oh ja. Ja. Kom. En baas? Ja? Is dit masker eng genoeg? En ben je nou bang? Nee, natuurlijk niet. Ik ben nooit bang. Ja, nu. Wie is daar? Ja. Bas, wat is dat? Waarom is die muziek in één keer zo spannend? Ik heb geen idee. Doe jij de deur open? Waarom ik? Omdat ik de baas ben. Nou, ik ben toch ook de baas? Ach, het, goed. We doen het samen. Ja. Wat is dat? Kijk nou, baas. Wat een gekke letters. Beste directeuren, als je zoet neemt van een ander, zal je dat bezuren. Groetjes. Snoepjesmonster. De volgende keer in Jul en Julia en het Snoepjesmonster. Wie is het Snoepjesmonster? Ik heb geen idee, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar ik weet wel dat hij boos is. Op wie? Op ons. En toen zag ik dit. Van wie zijn die voeten? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. De vorige keer in Jul en Julia en het Snoepjesmonster. Jul heeft een plan bedacht om de boeven bang te maken en ze weg te jagen uit het park. Is het werkelijk? Als je zoet neemt van een ander, zal je dat bezuren. Groetjes. Snoepjesmonster. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jul de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jul en Julia. Wie is het Snoepjesmonster? Ik heb geen idee, ik heb daar nog nooit van gehoord, maar ik weet wel dat hij boos is. Op wie? Op ons. Waarom? Omdat wij natuurlijk dat snoepgoed van die meneer Drop gestolen hebben en dat hier naartoe hebben gebracht. Maar wij zijn nou toch de baas? Ja, ik heb geen idee wat dat Snoepjesmonster allemaal van plan is. En wat zal die toch bedoelen met het zal je bezuren? Misschien bedoelt hij wel een zure mat. Ja, want die zijn zo lekker, baas. Nou, ik denk niet dat dit zo lekker zal zijn. Volg
vogels. Mij zijn de boeven al een beetje bang geworden. Het snoepjesmonster. Wat een goed idee van je, Jul. Maar ze zitten nog steeds in de toren, dus we moeten ze nog banger maken. Ja. Oh, jongens, ik vind het echt fantastisch wat jullie allemaal voor me doen. Ik heb trouwens ondertussen wel een beetje trek gekregen. Oh, zal ik even lekker snoep voor u halen? We hebben genoeg. Nee, meneer Kaasschaap wil iets gezonders. Toch? We hebben ook nog genoeg groente en fruit in het magazijn liggen. Ja. Nou, doe mij maar gewoon een boterham met kaas. Yummy. Yummy. Ik heb opeens een idee om de boeven nog banger te maken. Huh? Maar dan heb ik wel een schep nodig. Oké, ik ga u helpen. Ik ook. Ja, en jongens, en mijn boterham met kaas dan? Nou ja, laat maar zitten. Misschien is het toch wel goed om hier weg te gaan, baas. Ja, dag. En dan wordt die meneer Kaasgraaf weer de directeur. Nou, allemaal nooit niets. Allemaal nooit niet, baas. Oh nee. Dan zou je hem hebben. Het snoepjesmonster. Bent u het? Had u iemand anders verwacht? Nou ja, Nee, helemaal niet. Maar ik heb iets vreemds gezien in het doolhof. Iets vreemds? Ja. Loopt u maar mee, u zult uw ogen niet geloven. Ik liep u dus net langs en toen zag ik allemaal snoepjes liggen in een lange rij. Ik volg het spoor. Komt u maar mee, hè? En toen zag ik dit. Van wie zijn die voeten? Die voeten zijn wel heel erg groot. Geen idee, directeur. Maar het lijkt wel van een monster. Een monster? Die allemaal snoepjes achterlaat. Het snoepjesmonster! Ze trappen erin! Volgens mij is het mevrouw Suikerspin gelukt. Ze zijn er compleet ingetuind. Te gek! Laten we meteen het goede nieuws aan meneer Kaasschaap gaan vertellen. Okay. Goed idee! Meneer Kaasschaap! Oh, jongens, daar zijn jullie weer! Mevrouw Suikerspin heeft de boeven laten schrikken met zogenaamde voetsporen van het snoepjesmonster. En nu zijn ze het park uitgevlucht. Het probleem is opgelost. Ja. U bent weer de directeur van de toren. Jongens? Ja? Zoals jullie weten hang ik hier al een tijdje aan dit hek. Ja? En ik zie dus iedereen in- en uitlopen. Ja? Maar de boeven zijn nog steeds in het pretpark. Ik heb ze namelijk helemaal niet voorbij zien komen. Huh? Verdorie, dan zitten ze vast weer in de toren. We moeten iets anders verzinnen. Ja, nou, als jullie tijdens dat verzinnen misschien een boterham met kaas voor me zouden willen maken. Oh, ik weet het. We sturen ze nog een brief. Goed idee. Nee, joh. Laat maar. Ik wacht wel. Hij is dus toch in het park. Wie? Dat snoepjesmonster. Baas, ik zei toch dat we hier weg moesten. Ja, wacht. Als we nog één keer iets van het monster horen, dan gaan we weg. Maar er is iets dat ik niet vertrouw aan dit zoete zaakje. Baas, het is zelfs mij te zoet. Ik weet zeker dat ze nu het park uitrennen van schrik. Kom, dan doen we het meteen. Oké. Ja, want hoe eerder we onze eigen directeur terug hebben, hoe beter. Ja. Kom op. Oké. Oh nee. Maar baas. Ja. Ik hoor toch helemaal geen spannend muziekje. Oh, toch wel.
Beste directeur, ik vraag het maar één keer. Verlaat de toren of mijn wraak zal zoet zijn. Groetjes, het snoepjesmonster. Baas, ik ben het zat. We moeten hier weg. Oh, het lukt. Ze trappen erin. Jippie. Volgens mij ken ik dat ge... Volgens mij is dat van een hele bekende muis. Kijk eens wie we daar hebben. Het snoepjesmonster. Dus jullie wilden ons bang maken? Wie? Haal die zoete grijns maar van je gezicht. Wij zullen jullie eens de angst van jullie leven bezorgen. De volgende keer in Jul en Julia en het snoepjesmonster. Dus jullie dachten dat wij bang zouden worden van een snoepmonstertje? Nou, wij zijn dus echt niet bang hoor. Schurken zijn jullie! Boeven! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren. De vorige keer in Jul en Julia en het snoepjesmonster. Ik vraag het maar één keer. Verlaat de toren of mijn wraak zal zoet zijn. Groetjes, het snoepjesmonster! Het lukt. Ze trappen erin. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jul de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jul en Julia. Zo, dus jullie dachten dat wij bang zouden worden van een zogenaamd snoepmonstertje? Nou, wij zijn dus echt niet bang hoor. Wij zijn nu echt de baas van de toren. En jullie, jullie kunnen geen kant meer op. Oh, waar blijven ze nou toch? Er zal toch niks gebeurd zijn? Oh, en ik heb ook zo'n vreselijke honger. Heeft u trek? Oh, ik heb ontzettende trek. Ik zou wel een boterham met kaas lusten. Ik heb wel een wortel voor u. Weet je wat? Ik heb een veel beter idee. Zou jij mij misschien even los willen maken? Tuurlijk wil ik dat. Ja, goed zo. Ja! Ja! Haha! Dank je wel, mijn lieve kind. Weet je wat? Jij mag zoveel naar ons pretpark komen als je wil, als je mij nog één keer helpt. Zou jij misschien voor mij zoveel mogelijk snoep willen verzamelen? Ja hoor! Volgens mij gaat het niet zo goed daarboven. Ik moet snel zijn. Zo, dit moet lukken. Nu mijn kostuum nog. Zo. Fantastisch. Goed. Hier is de lijn. Ben je er klaar voor? Ik zou zeggen, plak hem maar. Leboe. Ach, wat zullen die kinderen bang worden. Oh ja, heel bang. Dat kan je niet doen. Dat is veel te eng. Ja. Te eng? Te eng? Weet jij wat pas eng is? Oh, baas, ik weet het.
Het snoepjesmonster. Ach, sukkel, dat monster dat bestaat toch helemaal niet, Oen? Oh, nee, dat zei zij. Ik zou willen dat hij bestond. En dat hij jullie voor altijd bang maakte. Ja. Bas, hoor jij ook wat ik hoor? Zeg, was een van die muizen aan het piepen? Nee, Bas. Nee. Dat muziekje. Wie kan dat zijn? Bas, kijk! Beste directeuren, ik vraag het nog maar één keer. Verlaat de toren of mijn wraak zal zoet zijn. Groetjes, het snoepjesmonster! Wie van jullie was dit? Wij hebben al die tijd hier gezeten. Wij kunnen geen kant op. Misschien bestaat het snoepjesmonster toch? Ja. Zeg, ik laat mij niet nog een keer in de maling nemen. Nee, wij laten ons niet nog langer in de maling nemen. Nee, wij blijven gewoon hier. Ja. Ik denk dat wij hier weg moeten. Lilia, wat gebeurt er? Of de schrik van je leven. Huh? Meneer Kaasgraaf, u bent het. Meneer Kaasgraaf, het snoepjesmonster. Huh? Wat fijn dat u er weer bent. Ja, we hebben u gemist. Nou, ik ben zelf ook blij dat ik er weer ben. En dat Halloween gewoon weer door kan gaan. Ik heb nog steeds wel ontzettende honger. Ik zou eigenlijk heel graag... Een broodje kaas? Natuurlijk, meneer Kaasgraaf. Zo, kijkt u eens. Dank u wel, mevrouw Suikerspin. Dat is heel erg aardig van u. Graag gedaan, meneer Kaasga. En u ook bedankt, hè, dat u ons gered heeft. Ik vond u heel erg dapper. Oh, meneer Kaasga, wat bent u toch lief. Ik ben de stoerste man op aarde. Nee, mij krijgen ze niet klein. Want die enge spookverhalen vind ik juist alleen maar fijn. Dus verstop je in een hoek en laat me schrikken als je wilt. Wat brengt een spook mij een bezoek? Zal ik de laatste zijn die gilt? Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Want griezels die bestaan niet, maar dat wist ik toch al lang. Ik ben niet bang, niet voor een klopgeest, zelfs geen schaduw op de hang. Ik ben niet bang. Ik ben niet snel bang te krijgen, nee geen geest is mij te veel. En ik deins niet achteruit voor heksen op een bezemsteel. Dus verstop je in een hoek en laat me schrikken als je wilt. Want brengt een spook mij een bezoek, zal ik de laatste zijn die gilt. Ik ben niet bang, ik ben niet bang. Want griezels die bestaan niet, maar dat wist ik toch al lang. Ik ben niet bang, niet voor een klopgeest of een schaduw op de hang. Ik ben niet bang. Wij zijn niet bang, wij zijn niet bang. Want griezels die bestaan niet, maar dat wisten wij al lang. Wij zijn niet bang, niet voor een klopgeest of een schaduw op de hang. Wij zijn niet bang, wij zijn niet bang. Wij waren net op tijd. Ja. Nou, zolang dat monster daar zit, kom ik niet meer in die toren. Ik geef jou niet graag gelijk, maar dat vind ik ook. Ja. Oh, baas. Weet je wat grappig is? Nou, wat? Nou, dat monster had toevallig dezelfde schoenen aan als meneer Kaasgraaf. Wat? Ik krijg die kaasschaaf nog wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren.